Oh jongens, 18 plus, 18 plus. Hey, hallo allemaal, leuk dat jullie. Ik ben Filmar en ik presenteer de nieuwe Confessions video. Doe zo. Jongens, leuk dat jullie kijken naar de eerste Confessions video. Dat is onze variant van de Q&A. We hebben gekozen om niet gewoon de saaie Q&A die eigenlijk iedereen doet te houden en er eventjes een twist aan te geven, de Confessions. De naakte waarheid oprakelen. Ook voor ons is het leuk. Wij hebben de vragen, de top 10 die eruit gekomen is op ons Instagram account, niet behandeld met elkaar. Wij gaan nu ook voor het eerst elkaars antwoord horen. Spannend! Leek ons wel zo ver naar jullie toe, toch? Nou, mag ik ook. Ik heb dorst. Ja, go. Dank je. Wij zijn gewoon eventjes verkast, want het galmde. Het galmende. Een glimmel. Oké, weet je, dit is onze eerste Confessions video. Dus ja, we kwamen er al vrij snel achter dat het daar gewoon galmde. We zijn in de dansschool. Dus we zijn nu verkast naar de bar. Kijk ja. Maar. En waar is de iPad? Allereerst moeten we jullie eventjes vertellen dat de volgende Confessions video, die komt pas online als deze video 1500 duimpjes omhoog heeft gehaald. Dus vergeet niet duimpje omhoog te doen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan eventjes. Want we vloggen eigenlijk normaal over ons dagelijks leven met de drieling. En dit is gewoon een extra video die we erbij gaan doen. Met de Q&A wordt eigenlijk heel vaak dingen over de baby's gevraagd. En de Confessions gaat eigenlijk meer over onszelf. Dus ja. Wil je daar echt heel graag iets van ons weten, dan kan je die dus gewoon vragen. Ja, in principe kunnen alle vragen gewoon gesteld worden. We hebben voorgesteld van stel een vraag, like ook één vraag van iemand anders en op die manier krijg je een top 10. Nou, ja. Zo kregen we dus nu een top 10. Die hebben wij doorgenomen. Nou, zoals we net al zeiden, we hebben de vragen nog zelf niet met elkaar behandeld. Dus alle antwoorden die nu gegeven gaan worden, die geven we voor het eerst. Dus ja. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga gewoon deze uitkiezen. Waar schamen jullie je voor? Bij jezelf. Ik weet het wel. Als jij nog moet nadenken over het antwoord, dan ga ik het antwoord gewoon geven. Ik schaam me voor mijn dikke pants. Ik wou serieus bijna hetzelfde zeggen, maar dat is nu gewoon meer op het moment. Maar en het valt wel mee. Jullie zullen vast allemaal denken, nee dude, het valt wel mee man, je bent helemaal niet dik. Thanks, het lief man. Maar ik heb echt heel veel getraind voordat Natasja zwanger was. En ik heb een tijdje het laten liggen en ik was altijd een beetje van het op- en aftreden. Maar ik heb vroeger heel veel getraind, dus ik heb een goede bouw opgebouwd. En sinds dat de kids zijn geboren, toen is het trainen een beetje erin geschoten. Dat vind ik wel heel jammer. Dus ik ben wat aangekomen bij mijn buik. Ja. En ik heb een beetje van die bitch tits gekregen. Oh, lekker. Dat is extra veel filmen. Normaal waren het gewoon borstspieren. Hè? En nu is het borstspieren met een laagje vet erover. Dus niet, het is niet een en al bitch tits, ja. Maar ik zou nu niet zo 1, 2, 3 met een lekker gevoel strand oprennen in mijn zwembroek. Nee. Zou ik wel denken van, hey, ik ben nog niet summerproof. Vorig jaar was de daddy buik in. Ja, nu niet meer. Nee. En jij? Ja, eigenlijk nu ik het inderdaad over lichaamsdelen heb. Ik heb altijd grote, dikke bovenbenen gehad. En dan zat ik bijvoorbeeld in het zwembad en dan zat ik op zo'n stoel. En dan waren dat echt van zulke grote beenhammen gewoon. Doe mijn broodje beenham! Ja, ja, inderdaad. Dus ja, dat eigenlijk. En nu is het denk ik meer mijn buik. Ik denk als ik nu naar het zwembad zou toe gaan, dat ik wel zou denken, oh, zullen mensen niet naar mijn buik kijken? En nou, het valt allemaal wel mee, vind ik. Ja, het valt ook echt heel erg mee. Vooral, de buik is eigenlijk bijna weg. Er zit bijna geen strié op. We gaan van samen tegen, ja. Wat is dat? Nou. Raarste koosnaampje voor elkaar en de baby's. Nou, voor de baby's weet ik wel. Want ik zeg Jessie Flessie. Jessie Fles zeg ik eigenlijk. Ja, jij hebt heel veel rare koosnaampjes voor de baby's. Poppendijn. En dat is niet raar, dat is ouderwets. Ja, dat is ouderwets. We zijn niet ouderwets, ja. We zijn in 2017. Ik vind het raar als Natas Poppendijn zegt of zo. Of vrouw, wat zei je? Vrouwke? Ja. Vrouwke? Vrouwleen? Nee, Vrouwleen niet. Vrouwke, dat zeg je toch niet? Maar goed, ik zeg dus een Jessie Fles. Leilieke Tijlie.
Jeetje patentje. Die verzint ze echt plekken gewoon, jongen. Die kinderen, jongen, laat ze... Jongens, als jullie dit laten terugzien, ik ben echt mijn best aan het doen. Zodat mama niet jullie zo blijft noemen, ja? Tuurlijk niet, dit is nu gewoon schattig. Tenminste, ik vind het schattig. Ik vind het leuk. Ik heb geen rare koosnaampjes voor de baby's. Heb ik een raar koosnaampje voor jou? Baba. 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 Dat is een beetje verbasterd gewoon van baby. Ja. Of wat is het andere ook alweer? Punjabi. Punjabi. Ja, we hebben elkaar echt een hele lange tijd Punjabi genoemd. Ja. Maar dat was meer zo van, gaat die lekker, Punjabi? Zo, heb je, als ze gewoon weer iets doms deed of als ik iets doms deed, dan zeiden we dat tegen elkaar, Punjabi. Ja. Oké. Okay. Oh, we gaan intiem worden. Oh. Dit zijn antwoorden, oh, die weten wij niet van elkaar. Hoe? Dan wil ik het wel weten. Seks met ik je door. Oké, we slaan hem gewoon nog eventjes over. Oh. Hebben jullie nagedacht over abortus toen jullie hoorden dat jullie een drieling kregen? Nee, ik absoluut niet. Ja, heel kort. Misschien. Niet zozeer over nagedacht, maar we kregen het natuurlijk voorgeschoteld. Ja, vanuit het ziekenhuis hebben we gesprekken over gehad. 10 minuten na de echo dat we hoorden, dat het net als in verwachting was van een drieling, kregen we eigenlijk meteen ook de keuze van abortus. Niet dat we dat meteen moesten beslissen, maar wel dat we dat moesten overwegen. Ja. Dus het is eventjes door ons heen gegaan, ook door jou, maar bij jou was het antwoord misschien binnen een halve seconde, nee, gaat niet gebeuren. En ik was misschien wat rationeler aan het nadenken op dat moment, van oké, okay, maar stel dat we het wel doen, of stel dat we het niet doen. Ik heb het niet overwogen, we hebben het er nooit over gehad van moeten we dit misschien gaan doen. Nee, ik heb ook altijd gezegd dat ik het niet wilde. Ja, dus we hebben er eigenlijk niet over nagedacht om het te doen. Het is wel besproken in het ziekenhuis, omdat ze dat vanuit het ziekenhuis eigenlijk gewoon moeten doen. Ja. Ik vind deze eigenlijk ook wel heel grappig. Op welk plekje zijn de kinderen gemaakt? Nou ja, eigenlijk heel saai. Wat dan? Wat wil jij zeggen dan? Wil jij een ander plekje zeggen dan ik? Nou, dan weet ik eigenlijk niet. Ik zou zeggen gewoon thuis. Ja, gewoon thuis. Maar... in bed? Ja. Maar we hebben wel heel veel gekke standjes gedaan. Ik heb ons boven gehangen. En, Oh jongens, 18+. Oké. Okay. Hebben jullie een, tussen haakjes, rare verslaving? Ga je zeggen, ik gewoon hoop dat je een keer toegeeft? Dat ik dingen verzamel? Ja. Nee, dat wilde ik niet gaan zeggen. Dat is Natas de rare verslaving. Dat zal zij misschien niet als antwoord geven. Dat is maar... de rare verslaving. Ik zei dan gewoon normale verslaving. Ja, oké. Okay. Wat is jouw rare of normale verslaving dan? Mijn normale verslaving is gewoon echt snoep eten. Iedereen die me gewoon goed kent. Ik ga serieus op een training. 'S morgens vroeg om 9 uur haal ik gewoon M&M's uit mijn zak. Oké. Okay. Nou, dan is dat jouw verslaving, snoep eten. Ja. Ik had een verslaving. Pokeren. Tot midden in de nacht aan toe. Ja, het is niet een gokautomaat of zo. Daar hou ik totaal niet van. Casino's en het kaartspelletje poker, daar was ik echt verslaafd aan. En ik was er ook goed in. Hebben jullie ooit een moment gehad dat waarop je gewenst had, je de kinderen wel had gekregen, maar dan verdeeld over 3 zwangerschappen? Meer zo van, oh ja, weet je, normale mensen krijgen 1 kindje. Wij krijgen gewoon 3 tegelijk. Maar... ik heb er daarna wel eens over nagedacht. Als wij nu moeten bedenken hoe het zou zijn om 1 kindje te hebben, dan denken we wel van, wauw, wat zal dat makkelijk zijn. Wil niet zeggen dat 1 kind makkelijk, 1 kind hebben of opvoeden makkelijk is. Alleen wij hebben het nu ervaren om 3 tegelijk gewoon al 3 maanden lang te verzorgen. En dus als je dan nu terug gaat naar 1, zou dat echt heel makkelijk zijn. Ja, meer op die manier. Want als je maar 1 kind gewend bent, maar ja, is dat andere... natuurlijk ook moeilijk. Want het is maar net waar je op instelt. Ja, mensen die 1 kind hebben, of misschien tweeling of zo, die weten niet hoe het is om 3. Dus die kunnen het al, dat al zwaar vinden. Ja. Dus dat is niet meer dan logisch. Oké, we hebben nog 4 vragen te gaan. Wat was jullie eerste reactie toen jullie hoorden dat je een drieling kreeg? Ik heb eigenlijk alleen maar zitten huilen.
En dan eigenlijk huilen van geluk, want de hartjes klopten. Ik heb het wel eens eerder genoemd ergens, van net als dat het de 4 mogen zijn. Ik dacht echt bij mezelf van, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit managen? Hoe gaan we dit... Maar ook medisch. Ik was heel erg ongerust over de gezondheid van de baby's. Hoe oud was je toen je voor het eerst seks had? Volgens mij 14, 15? Echt, waarom was je zo jong? Ja, ik denk 15. Wauw. Ik dacht van, nu ga ik met een ander komen. Want ik was ook 14. Maar ik wist niet dat jij zo jong was. Ik weet het wel, ik was net 14. Ja, ik was die zomer net 14 geworden. Eeuw, dan was je nog bijna 13! Nee, ik was 14. Ja, je was nog bijna 13. Maar ik was er gewoon vroeg bij met alles. Ik had ook alleen maar oudere vrienden en die chick was ook vet oud. Ja, maar nou, op iets moet je dit leren, hè? Dus, Nee. Zij was even oud als ik, maar... En door. Wat dan? Vind je het niet leuk om het erover te hebben? Nee, dat soort dingen hoef ik eigenlijk niet te weten. Wil je niet weten wie het was? Nee! Je kent het toch niet? Nee, maar ik vind het erg genoeg om te horen dat het een meisje van de camping was of zo. Nee, het was geen meisje van de camping. Ik had serieus een relatie met haar. Het was echt een vriendinnetje. Het was geen scharrel. Het was niet een one night stand of zo. Misschien kijkt ze wel nu. En door. Ze vindt het niet leuk, dit. Lekker ding. Oké. Dat was overigens de vraag met de meeste likes. Misschien was het ook gewoon dat het de allereerste vraag was. Je dacht, ik klik gewoon. Nee, jullie zijn gewoon een steentje viezerikken. Ja, dit vond ik echt een hele goede vraag. Zijn jullie wel eens bang dat jullie de komende 18 jaar een moeilijke tijd gaan vinden voor elkaar? En dan op de zaakjes op romantisch gebied. En dat is natuurlijk, dat is een vraag die kan je denk ik niet beantwoorden. Want wij kunnen niet in de toekomst kijken. Dit is een hele pittige opgave, 3 kids tegelijk opvoeden. Het is echt een relatietest. Ja. Maar op romantisch gebied, maak je daar maar niet druk om, hoor. Je moet gewoon de tijd voor elkaar maken en dat doen we nu ook wel. Jawel, want voor de zwangerschap hadden we natuurlijk ook al heel druk bestaan. En toen moesten we ook wel tijd voor elkaar maken. Dus qua romantisch gebied denk ik dat het daar... Ja, het schiet er soms wel bij in, omdat we gewoon echt druk zijn. Ja, maar ik vind het al heel romantisch om met jou op de bank te zitten en te Netflixen. Oké, goed. Ik vond dat een hele goede vraag. Ja. Wat is het raarste dat er ooit in jullie leven is gebeurd toen jullie nog geen baby's hadden? Het raarste? Raar? Ja, wat is raar, weet je? Ik bedoel, wanneer is iets raar? Ja, wat is jouw definitie van raar? Wat is het raarste? Ja, ik weet niet. Nou, het eerste wat nu te binnen schiet is dat... Ik heb een keer ruzie gekregen met een vriendin. Met je ex? Nee. Oh. Met een vriendin. Zij naaide mij, maar ik was degene die de boeman was. Dat vond ik wel echt raar. Dat is denk ik het raarste. Ja, dat is even wat me nu te binnen schiet. Dus iemand naait jou, dan krijg je een ruzie om met diegene, omdat je daar wat van zegt. En dan ben jij degene die het gedaan heeft, weet je. Nou. Ja, het interesseert me niet. Het ligt aan, weet je, dat soort mensen kan je liever kwijt zijn, weet je. Even kwijt als rijk. Dus precies. Dan gaan we endoor. Precies. Nou ja, we zijn bij de 10 vragen aangekomen die jullie gesteld hebben. En die jullie als een top 10 gereed hebben. Gereed hebben. Ja, ratings, weet je. Oké, dat dus. Maar we hebben dus zelf ook nog allebei een vraag uitgekozen. De vraag was of wij wel eens vroeger op school gepest zijn. Ik ben nog nooit gepest in mijn leven. Nee, op school, wij waren zeg maar een groep jongens. Wij waren wel een beetje de jongens op school, toch? Ja, klopt. Met jouw broer en... Wij zaten namelijk bij elkaar op school. We zaten bij elkaar op school. Dat zat wel lager dan ik. Ik ben namelijk onderwijs, het zusje van... denkniveau klas zat ze... Zo! Nee, ze zat één of twee klassen lager. Dan ik. Praat niet meer met jou. Schat, dat is een grapje. Jongen, ik deed VWO. En toen zakte ik voor VWO. Toen ben ik naar HAVO gegaan. Toen zakte ik voor mijn HAVO. Ja. Ik deed helemaal niks op school. Dus ik heb wel, voor jullie, ik kan wel leren. Ik heb wel mijn HAVO afgemaakt uiteindelijk, hoor. Maar niet naar deze
En oh ja, ik en heb HBO. Een leuk koosnaampje voor je. Nog even terugkomen op de vraag. Een leuk koosnaampje. Of een gek koosnaampje. Pas op, hè. Dit is mijn koekenbakker. Ja, jongen, dit is echt een kansloos woord. Koekenbakker. Maar goed, en door. Daar kan je me echt helemaal gek mee maken. Ja, vind ik niet leuk. Omdat het gewoon bijna een scheldwoord is, hè. Nee. Maar goed, wij waren op school, waren wij gewoon... Nou, ik vind het... onprettig om te zeggen van anderen keken dan tegen je op of zo, maar ja, dat was zo'n plek in school waar dan zeg maar alleen maar bepaalde jongens mochten staan. Hij was gewoon net zoals bij is dat in High School Musical of whatever in een of andere film van Amerika. En dan was hij zo'n populaire guy die altijd zo met de cheerleaders en zo stond. Maar goed, we hadden alleen geen cheerleaders, beetje jammer. Wij waren dus wel met een groepje jongens. En het leuke vond ik altijd, als wij door hadden dat er mensen gepest werden. Is het zo vermoeiend? Ja. En er werden mensen gepest, ook in onze klas en zo. Dan trokken wij die altijd naar ons toe. Zo van laat hun maar zien dat je ook gewoon met ons om kan gaan, weet je. En fok al die andere gasten die jullie, die pakken wij wel aan in de pauze of zo. Nee, maar dat was echt. Okay. Pesten is echt een no-go, mensen. Als je iemand, pesten is gewoon laag. Pesten is gewoon echt laag. En het getuigt van onzekerheid bij degene die pest. Dus, niet cool. Nou, daar hebben we eigenlijk nog één laatste vraag over. En die vond ik eigenlijk gewoon heel grappig. Want het was namelijk, weten jullie alles van elkaar? Zoals lievelingskleur, eten, vakantie. Nou, nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit aan veel gevraagd, wat is jouw lievelingskleur? Dus bij deze, wat is jouw lievelingskleur? Ja, ik had vroeger altijd een lievelingskleur. Dat was babyblauw, maar... No, baby. Ik weet wel, jouw lievelingskleur is roze. Hey, verrassend. En je lievelingseten, nou dat weet ik wel. Nou, wat is dat dan? Dat is de sashimi, tonijn. Ja. En ook wel Libanees eten, toch? Ja. Maar je echte favorite is gewoon sashimi, tonijn. Ja, echt. Sushi. Sushi is sowieso goed, daar mag je me voor wakker maken. Maar sashimi, de rauwe tonijn. Daar mag je hem gewoon mee swaffelen. Ik wil geswaffeld worden door een tonijn. Oké. Oh, en je vakantieland is Indonesië, waar je roots liggen. Ja. Dus misschien weet ik toch wel aardig veel van hem. Ja, maar weten jullie... Aardig veel van veel. Weten jullie vakantieland? Is dat bij jou België of zo? Ja, jij gaat niet graag naar Indonesië. Dat is helemaal niet waar. Je hebt het ooit een keer gezegd. Dat je er niet per se naartoe hoefde. Jawel, maar jij was net 2 jaar geleden er geweest of zo. Toen zei ik, ja, dan wil ik er niet dan 2 jaar later heen. Ik ga er elk jaar naartoe. Goed, ik ben ook gek op Curaçao. Ja, dat is inderdaad zo. Curaçao. En lievelingseten, denk ik dat Natas gewoon het liefst hutspot eet of zo. Ja, hutspot is cirkel van mijn mama. En haar lievelingskleur is roze. En daarmee zijn we gewoon aan het eind van deze confessions video gekomen. We zijn een beetje met de billen bloot gegaan. Vraag viel op zich wel mee. Ja, dus wil je het volgende keer nog spannender hebben? Stel maar gewoon nog spannendere vragen. Spannendere vragen. Oké, nou goed, dat was hem weer. Leuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen, hè. Want bij 1500 duimpjes omhoog, dan pas gaan we aan de volgende confessions video beginnen. Pak eventjes onze Instagram pagina erbij. Want die moet je volgen om op de hoogte te blijven wanneer de volgende confessions video online komt. Let wel eventjes op. Het Instagram account is triplets by Tas and. Op z'n Engels. En veel. Zie jullie later. Tjalaboombala. These are my confessions. Just when I thought I said all I